Hi, in deze video wil ik jou uitleggen wat gesso is en wanneer je het gaat gebruiken en hoe je het dan precies kunt gaan toepassen. Gesso is een primerverf, een primer om de hechting van je verf beter te gaan bevorderen en ook om iets af te dekken. Af te dekken wat je niet meer wilt zien. Misschien heb je wel eens een schilderij gemaakt waar je denkt van, nou, daar moet ik helemaal niks meer. Hoe heb ik het ooit kunnen maken? En denk je, wow, weg ermee. Dus daar kan je gesso voor gebruiken. De hechting verbeteren en dingen die je niet mooi vindt afdekken. Maar je kan eigenlijk nog veel en veel meer met gesso. Gesso is dus een soort verf. Dat had je misschien dan al begrepen. En dat kan je in flessen vinden, bijvoorbeeld bij de Action. In het wit en in het zwart. Of je kan het in potten vinden van allerhande andere merken. Ik heb hier ook de verf, de gesso van Pigment. En ja, het ene is wat kostelijker als het andere. Maar ja, je hebt ook echt een ander resultaat als je een duurdere of een goedkopere gebruikt. Ik gebruik ze meestal een beetje door elkaar heen. Het hangt ervan af wat ik er precies mee wil gaan bereiken. Wil je iets gaan afdekken met gesso wat je niet meer mooi vindt, dan gebruik ik altijd die duurdere kwaliteit. Omdat deze gewoon veel dekkender is als de goedkope kwaliteit van de Action. Nou, wat je daar nog meer mee kan gaan doen, wil ik je graag laten zien. En daarvoor draai ik eventjes de camera. Kijk maar eens eventjes mee. Goed, je ziet het hier. Ik heb hier drie soorten gesso klaarstaan. En ja, ik zei het al, die zijn allebei... Deze zijn van de Action. Deze zijn ietsje minder van kwaliteit. En deze is van een hele goede kwaliteit. En ik wil je dat meteen al laten zien. Ik heb hier een werkstuk. Wat ik, ik heb gewoon een keer zitten knoeien met de kleurencirkel. En ik ga jou eens laten zien wat het effect is van als je goedkope verf gebruikt. Doe een beetje... gesso hierop. En ik heb wat van de pigment gesso hier zitten. Nou, als je deze uitsmeert. Je kunt het zien, hè? De verflaag blijf je er doorheen zien. Pak ik nou een beetje van de pigment. Gesso. Ja, dat is direct al een veel dikkere laag. Helemaal een ander effect krijg je daarmee. Dus wil ik dit niet meer zien, dan ga ik gewoon het afdekken met die duurdere gesso. Nou, dat is dus een van de dingen die je daarmee kan gaan doen met gesso. Wat kan je daar nog meer mee gaan doen? Je hebt allerhande soorten ondergronden waar dat je mee kunt werken. Als je met acrylverf schildert, dat is gewoon op printerpapier werk ik wel eens. Op schilderpapier, maar je kan ook op karton werken of op een MDF plaat. Maar deze ondergronden allemaal, die zijn heel absorberend. En die absorberende ondergronden die nemen ongelooflijk veel verf op. En daarom kan je ze best altijd voorbewerken met een goede gessolaag. Dat mag ook gerust de gesso van de Action zijn. Trouwens, als je gewoon kant-en-klare canvassen koopt in de winkel, dan staat er altijd op dat ze voorbewerkt zijn met gesso. Toch zou je die beste nog eens een keer een extra laag, één of twee lagen kunnen geven, zodat je zeker weet... dat ze goed vetvrij zijn, niet meer zo absorberend zijn en je verf veel beter gaat hechten. Het voordeel daarvan is als jij gesso gaat doen op jouw canvas, dat je minder verf nodig hebt en je verf makkelijker uit kunt smeren. Dus dat zijn al een heleboel voordelen van gesso. Ja, dat zijn al een heleboel voorbeelden van gesso. Kan je mij tenminste een beetje zien. Beetje humor in de les. Goed. Ik wil je vandaag nog meer laten zien dan alleen maar deze dingen.
De toepassingen die je nog kan doen zijn bijvoorbeeld, als je niks anders hebt en je bent echt wanhopig op zoek naar een ondergrond om op te gaan schilderen, kan je dus ook op printerpapier gaan schilderen. Nou, dat hobbelt en bobbelt dan natuurlijk. Je kunt dat vast gaan plakken, maar met tape rondom, dan hobbelt het al wat minder. Maar wat je ook kan gaan doen, is, ga zo nemen, het uitsmeren. En dit is vooral leuk als je wel eens in schriften werkt, als een soort artjournaal, een dagboekje bijhoudt en je wil er tussendoor eens een keer iets gaan schilderen, dat je eens een paar pagina's aan elkaar plakt. Dus als je gewoon schrijfpapier hebt waar je normaal op schrijft, de dikte van printerpapier, je weet het wel, heel gewoon 60 of 80 gram papier, dan kan je heel handig gewoon twee pagina's aan elkaar kleven. En dan geef je deze laag ook nog een laagje gesso. En dat laat je dan goed drogen. En dan kan je er gewoon op schilderen, op schrijven, op tekenen. En dan heb je geen duur schilderpapier nodig. Dus als je dat eens een keer niet hebt, dan heb je dit zo opgelost. Nou, simpel dus. Nou, dan kan dit aan de kant. Nou, je kan ook heel goed met gesso. Hier heb ik het voorbeeld liggen. Kan je heel goed, en dat laat ik in een volgende video zien, kan je met zijdepapier gaan werken. Je plakt het zijdepapier op schilderpapier en dan heb je direct al een hele mooie structuur. Heel snel heb je dan een leuke structuur. En ik zei het al, in een volgende video ga ik jou deze techniek laten zien. Hier zie je hoe dat de techniek is uitgewerkt. Hoe je dat die mooi beschilderd is. Hartstikke leuk, zie je dat. Fijne, mooie effecten. Krijg je leuke kringeltjes allemaal ervan in. Een andere techniek die ook super leuk is, en daar ga ik het papier eventjes voor vastplakken, dat is om op een andere manier structuur te maken in jouw werkstuk. En dat is een hele dikke laag gesso aanbrengen. Spuit gewoon die gesso erop. En je neemt een spatel om het uit te wrijven. En je kan kiezen of je een dunne of een dikke laag gesso neemt. Dat hangt ervan af wat je wil gaan maken. En ook deze techniek zal ik in een volgende video verder gaan uitleggen. Heel veel gesso dus. En dan kan je daar lekker patroontjes allerhande in gaan tekenen. Zo gek als jij het maar wil. Leuke structuren maken. Lekker manipuleren op de manier die jij leuk vindt. Nou, het lijkt wel een beetje een landschap te worden. Dat is van dichtbij laten zien. Zie je? Er zitten allemaal diktes en dunne vlakken in. En dat moet dan goed drogen. En hoe je daar dan verder op gaat, laat ik jou dus in een andere video zien. Ik zal hier eens wat resultaten laten zien die ik daar alles ooit mee gemaakt heb. Hier, deze is met wat dunnere laag gesso gemaakt. Deze is met een wat dikkere laag gesso gemaakt. En hier achter mij staan ook nog wat werkstukken die ik met deze leuke techniek heb gedaan. Dus dat in een volgende video die dan gaat over technieken en gesso.
Eens even resumeren. Wat kan je dus allemaal met gesso doen? Wat kan je allemaal met gesso doen? Met gesso kan je dus je ondergrond gaan voorbereiden, zodat die minder absorberend is. Dat is belangrijk als je wanneer je op papier gaat schilderen, op bijvoorbeeld een MDF plaat, op je canvas die je in de winkel hebt gekocht, daar kunnen vetplekken op zitten. Ga die zeker eventjes nog voorbehandelen, zodat je verf goed dekt en pakt. Wat kan je daar nog meer mee gaan doen met gesso? Je kunt dus zijdepapier bijvoorbeeld gaan vastplakken. Of natuurlijk allerhande andere dingen, collagematerialen, kan je daar ook mee vast gaan plakken. Leuke structuren kun je daarmee gaan maken. En het verschil tussen dure en goedkope gesso is over het algemeen dat die goedkope gesso niet heel erg goed dekt. Nou, dat dekkende is heel belangrijk wanneer je zegt, nou, ik heb een schilderij wat ik echt niet meer mooi vind. Ik ga eens eventjes iets anders erop maken. Geen nieuwe canvas kopen. Laag je gesso erover en je kunt er weer mee aan de slag. Nou, ik hoop dat deze video leuk en inspirerend voor je is geweest. Stel je vragen onder deze video. En ik zou zeggen, heel veel plezier met jouw schilderprojecten. Tot de volgende video.